Maar nou ben ik in Molenhoek bij Emus, die me misschien wel kan helpen. En die Emus is niet zomaar Emus. Dat is Miranda Boonstra. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nederlands kampioen marathon. Nog gefeliciteerd, hè? Niet zo lang geleden. Ja, oktober, 21 ja, oktober. Ja. Dus, beetje bijgekomen van alle felicitaties en alles? Ja, de bloemen zijn verwelkt, dus weer met beide benen op de grond. Ja. Maar daar kom ik niet voor. Ik kom natuurlijk voor de voedselbankactie. Ja. En ik vroeg me af, deze doos is veel te licht, die moet gevuld worden. Heb jij iets daarvoor? Ja, ik heb nu natuurlijk helemaal niks bij me. Ik heb net een stukje gerend. Maar misschien is het idee om een hardlooptraining te organiseren, die ik dan geef. Een soort hardloopworkshop in januari. En dan kunnen mensen zich daarvoor inschrijven. Okay. En daar moest ik wel voor betalen. En dat geld wordt dan gedoneerd aan de voedselbank. Ja. Oh, ze hoeven niet met potje sham te betalen. Ze moeten eerst wel gewoon geld betalen. Ja, dat lijkt me wel handig. Ja. Wat kost een clinic dan? Nou ja, ik vind dat mensen wel minimaal 10 euro mogen doneren. Maar het mag natuurlijk ook meer. Ja. En als ze daar een flink aantal mensen hebben staan, dan zou het heel mooi zijn. Ja, met 10 euro kunnen we natuurlijk heel veel producten kopen die uiteindelijk in die voedselbankdoos terechtkomen. Hè? Daarom, dan kunnen we wel meerdere dozen mee vullen als er meerdere mensen komen. Dus dat is wel een goed plan, denk ik. Ja, en mensen die bijvoorbeeld het geld niet hebben om mee te doen, die dus afhankelijk zijn van zo'n voedselbank, mogen die gratis meedoen? Ja, natuurlijk mogen die gratis meedoen. Okay. Ja, helemaal leuk. Mag ik dan symbolisch deze doos aan jou overhandigen? Ja. Hoeveel inschrijvingen heb je, hoop je op? Waar moet ik aan denken? Nou ja, heel Limburg. Ja, heel Limburg. Oh, dat wordt er nooit druk in. Wordt er heel druk. Ja. Maar we gaan het gewoon in Molenhoek doen. En we kijken wel hoeveel inschrijvingen er zijn. En mochten er nou echt superveel inschrijvingen zijn, dan kunnen we dat over twee trainingen verdelen. Ik bedoel, dat lost zich vanzelf al op. Ja. Weet je, zullen wij dan regelen dat ze via de site van L1... dat ze daar bij jou terecht kunnen komen. Dat ze kunnen aanmelden. En dat dan vervolgens alles goed geregeld wordt. Zodat die alles goed wordt gevuld. Ja, lijkt me een heel goed plan. Dat komt denk ik wel goed. Ja, toch? Dat kunnen jullie wel. Kun je wel een stukje redden met die doos nu erin? Ik hoef niet heel veel meer naar huis. Dus dat gaat wel lukken. Oké, dankjewel. Okay. Dankjewel, Mian. En Renze nog. Hè. En ja, er werden vast heel veel doers gevuld. Door deze actie van Miranda Boonstra. De kampioen op de marathon van Nederland. En via de site van Alijn. Kindgucht op inschrijven. Lekker meedoen. En zorgen dat die doerzen goed gevuld werden. Ja, Robert, dankjewel. Vanuit de Molenhoek. Dan maak ze naar de volgende bestemming rennen. Nou ja, ga maar weer met de auto. Straks meer.